Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een hele mooie schaal van PTMD. Echt een prachtige schaal, vind ik hem. Ook nog heel mooi na de kerst. En we gaan weer aan de slag met Oasis Bio. Daar gaan we straks een mooi stuk mee maken. Ondertussen heb ik al meerdere video's opgenomen met Oasis Bio. En ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Laat hieronder even weten wat jij van dit soort producten vindt. Of je meer van die biologische ondergronden zou willen zien. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Goed, laten we maar gauw gaan beginnen. Het stuk van vandaag gaan we maken met mooie, warme, natuurlijke kleuren. Ik heb mooie bruin tinten, dennenappels, een kleine subtiele glitter erbij in. Vind ik ook wel heel erg mooi, maar je kan hem natuurlijk helemaal neutraal houden en naturel als je dat wil. We gaan ook wat mooie verse bloemen toevoegen, want daar zijn jullie heel enthousiast over. Dus ik zou zeggen, ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Het voordeel van deze Oasis Bio is dat er al een houder onder zit, waardoor die het water mooi tegenhoudt en je de schaal eigenlijk mooi schoon houdt. Dus dat is heel erg fijn. Je kan eventueel ook een leuke vaccine op zo'n schaal zetten, is ook heel erg leuk. Als eerste gaan we beginnen met de basis van kerstgroen. Ik ga verschillende kerstgroen ga ik er omheen steken en ook wat in de hoogte. Zorg ervoor dat de onderkant van het groen even goed schoon is gemaakt. Of het nou kerstgroen is of verse bloemen, ik snij eigenlijk alles schuin aan. Het is een kleine moeite en alles blijft gewoon net wat mooier. Dat steek ik er mooi rondomheen. Maar ik steek niet helemaal vol, want ik wil nog wel een beetje van de mooie schaal blijven zien. Dus ik zorg dat het wel mooi compact ingestoken is. Dat je nog wel een deel blijft zien, want hij is juist zo mooi. Ik vind het ook altijd belangrijk om zowel naar de ondergrond als de producten te kijken waar je mee werkt. Zodat het allemaal mooi tot zijn recht komt. Mos brengt echt rust in een stuk en vaak is een kerststuk best wel iets drukker door het verschillende soorten materialen en verschillende texturen. Dus ik vind het fijn om dan een stukje mos te gebruiken. Ik zet het even vast met een krammetje. Dan heb ik in de hoogte prachtige pluimen. Dus kleuren vind ik heel mooi. Als je iets korter wil, kan je gewoon wat van de veertjes, laten we zeggen, afhalen. De pluisjes. En dan heb ik ook een mooie pauwveer en die geef ik centraal een plekje in het stuk. Heel erg leuk. Dan heb ik een mooi bonsaitakje. Ja, natuurlijke producten doen het natuurlijk altijd mooi in een stuk. Dus ook die geef ik een plekje. Kijk, altijd waar die mooi tot zijn recht komt. En ik zet die eigenlijk een beetje tegenover elkaar. Niet heel recht, maar dat aan beide kanten wat mooi versierd is. Dan heb ik een mooie dennenappel. Die zet ik in het midden. Je kan het even op een draadje zetten. Je kan ze ook in lijmen wat je zelf mooi vindt en prettig vindt. Ik ga ze zo even vast lijmen, maar het lijmpistool is nog even aan het warm worden. En zoals ik al zei, wil ik ook graag wat bloemen toevoegen. Dit geeft ook vaak wel rust in een stuk. Mooie distel. Ja, prachtig. En ik heb mooie scabiosa bolletjes. Die zet ik op twee verschillende hoogtes in het stuk. Ik let dus goed op dat alles mooi een plekje heeft in het stuk. Dan gebruik ik katjes. Deze ga ik buigen. Wat wil dat zeggen? Ik steek de ene kant erin. En de andere kant buig ik. En dan steek ik de uiteindes. Dus daar haal ik de katjes weer vanaf. Dan steek ik weer in het steekschuim. Waardoor je een boog krijgt in het stuk. En dit maakt het heel apart.
dit doe ik ook aan de andere kant. Soms moet je even alvast van tevoren een beetje het takje, ja, even iets voelen. Een soort kneuzen, want dan ga je makkelijker buigen. Dat doe ik ook aan deze kant. Steek het uiteinde goed in de Oase Bio, zodat hij goed houvast heeft en daarmee goed vast zit. Kijk, daar maak je hem heel apart mee. Dan doe ik her en der, mocht het stukje een beetje vliegen eronder, even een stukje mos eronder. En wat ik ook mooi vind om eromheen te leggen is een beetje van dit soort houtstukjes. Geeft een mooi natuurlijke en warme kleurtje. En zoals je kan zien, de schaar heeft best wel een glans. Maar door het gebruik van deze mooie materialen is het heel subtiel. Dan voeg ik nog even een beetje kers toe. Mocht je daar niet van houden en neutraal willen houden, kan dat natuurlijk ook. En dat doe ik ook met dit blad. En dan buig ik even het ijzerdraadje doorheen. Dan wordt hij iets kleiner en is hij iets minder aanwezig. En die doe ik aan de andere kant in het stuk. Ja, hij is prachtig zo. Kijk hoe mooi bloemstuk we dan zo hebben. Zoals je kan zien hebben we aan deze kant best wel een grote tak van de distel. Dat ontbreekt een beetje aan deze kant. Dus dat gaan we nog even aan deze kant ook toevoegen. Zo zetten we hem weer mooi in verhouding. Ik gebruik hier voor Lysiantes. En afhankelijk van hoeveel stelen jouw Lysiantes heeft, zet ik hem onder elkaar in het stuk. Inmiddels is mijn lijmpistool warm, dus ik zet nog eventjes de dennenappels vast. En dan hebben we echt een prachtige schaal. Heel erg tof. En dan hoop ik dat jij dit weer een leuke video vond. Ik vind hem echt heel erg tof. Wil je dit zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Ja, ik vind het weer een toppetje. Hij is mooi rijk gevuld, mooi neutraal van kleur, waardoor hij past bij iedereen. Ik word er blij van en ik hoop jij ook. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en we zien bij de volgende keer weer.